Wat is nou de allergrootste valkuil waar je voor moet oppassen als je vernieuwing op gang wil brengen in je team of de organisatie? Meteen in de actiestand schieten. Dat is de reflex die veel managers dan laten zien. Net als de honden van Ivan Pavlov, die al begonnen te kwijlen toen Pavlov alleen het belletje liet horen tijdens zijn beroemde experiment. Ze waren zo geconditioneerd dat ze wisten wat er daarna ging komen. Vlees. Managers die het woord veranderen horen, vertonen een soortgelijke reflex. Maar ja, zij krijgen daarna geen vlees voorgeschoteld. Veel managers hebben de neiging om meteen in actie te komen, zodra ze vinden dat er een cultuurverandering nodig is. Daarmee maken ze onbewuste fouten die ze in het verleden ook al eens gemaakt hebben. Ze maken plannen en storten die uit over de organisatie. Top-down. Het gevolg? Medewerkers die niet kwijlen, maar het schuim op de bek hebben, van pure ergernis. Het zoveelste mooie plan van het management dat eindigt in een teleurstelling. Maar hoe dan wel? Ga eerst vertragen. Maak eerst een pas op de plaats. Vraag jezelf af, waarom willen we vernieuwen? Waarom willen we innovatie op gang brengen? Welke ervaringen in het verleden hebben we daar al mee opgedaan? Wat hebben we geleerd? En wat zijn de belemmerende gedragspatronen die we ook nu waarschijnlijk weer gaan tegenkomen? Begin dus altijd met vertragen en leer van je ervaringen. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.